For more media content from Grace Community Church in San Antonio, Texas, go to gccsatx.com. Media used by permission of Heart Cry Missionary Society. Visit us online at heartcrymissionary.com. Paul Washer starts preaching about 14 minutes into this service. Ik wil aan ieder van jullie de gelegenheid geven om middels een stil gebed ook zijn verwachting, haar verwachting voor deze middag, aan de Heere bekend te maken. En dan zal ik vervolgen met gebed. Zullen we samen bidden? Ja, Hemelse Vader, zo komen we vanuit de stilte vanmiddag tot U, als we belijden dat onze hulp en onze verwachting alleen van U is. U kent en doorgrondt ons, U weet ons zitten en U weet ons staan. U weet met wat voor verwachting we hier naartoe zijn gekomen, of ons hart brandend is om te horen van de opgestane zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Verheerlijk vanmiddag Uw grote naam. Zegen onze broeder als hij uw woord met ons mag delen. Zalf hem door uw geest. En dat deze middag zal uitmonden in de glorie en in de heerlijkheid van u, de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij prijzen uw naam. Amen. We willen vanmiddag met elkaar nadenken over het thema getuigen met blijdschap en bewogenheid. Passie voor een verloren wereld. En ik wil jullie wat gedachten meegeven. En we gaan drie stukjes lezen. We beginnen in het Evangelie van Marcus. Marcus 1. En dan lezen we vers 14 en vers 15. Marcus 1, vers 14 en vers 15. Dat gaat over het begin van de prediking van de Heer Jezus. En daar staat het volgende. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende: de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. De Heer Jezus is naar deze wereld gekomen om het welbehagen van zijn Vader uit te voeren en om mensen over te zetten van het rijk van de duisternis in het rijk van het licht. En zich zo een gemeente te verwerven tot het eeuwige leven. En dit alles tot eer en glorie van zijn grote naam. En zoals hij ons voor is gegaan, zo mogen wij als zijn kinderen hem ook volgen in het uitgaan in deze wereld om dat evangelie van de opgestane, van de gekruisigde en de opgestaande Here ook aan de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg, bekend te maken. En dat we ook, wat dit betreft, zijn voetstappen mogen drukken. Dat is het eerste. Het tweede stukje, dat wil ik lezen uit Johannes 1. En dat is een prachtig gedeelte, Johannes 1, bekend gedeelte ook, vanaf vers 44. Dan zie je dat als de Heer Jezus rondgaat op deze aarde en hij predikt, mensen in hun hart geraakt worden en hun leven vernield wordt naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat zij ook tot zegen worden
voor de mensen om hen heen. We lezen daar in Johannes 1, vers 44. En des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. En Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed komen? En Filippus zeide tot hem, kom en zie. En Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. En Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? En Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. En Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon van God, gij zijt de Koning van Israël. Prachtig gedeelte, waarin we zien dat de Heere God zijn knecht, zijn kind Filippus gebruikt om Nathanael bij zijn zoon Jezus Christus te brengen. En Nathanael die heeft nog wat twijfels, dat lees je ook, als het gaat over de achtergrond van de Heer Jezus en hoe hij verwacht had dat de verlosser zou komen. En hij stelde ook de vraag, komt uit Nazareth, kan daar iets goeds van uitkomen? En dan zegt Filippus dat prachtige zinnetje, en enkel woord is het maar, kom en zie. In Rotterdam is een gemeente en die draagt die naam, kom en zie. En het is de vraag of dat ook boven ons leven gehangen kan worden, een bord met kom en zie. En wat was nou het geheim? We kunnen er twee dingen uit leren van Filippus, dat hij Nathanael tot de Heer Jezus bracht. Uiteindelijk komt het hierop neer dat Filippus zelf een ontmoeting met de Heer Jezus heeft gehad. Filippus is dus niet een wegwijzer die wij wel eens vinden op een rotonde en die blijft staan en die de weg wijst naar links of naar rechts. Maar hij heeft zelf een levende ontmoeting gehad met de Heer Jezus Christus. En vanuit die ontmoeting, vanuit dat onderwijs wat hij heeft ontvangen, vanuit de redding die hij zelf heeft mogen ondervinden en dat hij behouden was, ontving hij ook die bewogenheid om anderen tot de Heer Jezus te leiden. Maar het is belangrijk, en dat geldt ook voor ons, wij kunnen heel actief zijn om mensen te werven voor de Heer Jezus. Maar de vraag is wel, hebben wij zelf een levende ontmoeting met hem gehad? En weten wij waar we over praten als we een ander tot hem willen leiden? En zijn wij dan een verkeersbord die heel statisch blijft staan? Misschien ooit wel eens iets gehoord van de Heer Jezus, iets van redding, genade, behoud, maar niet zelf ondervonden wat het is om verlost te zijn van de toren van God, verlost te zijn van de schuld en zo weg te zijn. Ik weet van de Rutherford, een bekende prediker, zijn vrienden die hoorden hem de naam van de Heere Jezus in zijn dromen fluisteren. En je zal zeggen, ja, dat is wel erg extreem. Maar die man was gewoon helemaal weg van Jezus. Hij was bezet in bezit van Jezus. En dat gaf de passie ook voor de verloren wereld om hem heen. Maar dan is het wel van belang dat we een ontmoeting met hem hebben gehad. En het tweede wat we hieruit kunnen leren, dat is dat Filippus Nathanael niet in aanraking brengt met iets. Hij brengt hem niet in eerste instantie in aanraking met een instituut of met zijn leer. Maar hij brengt hem bij de persoon van de Heer Jezus Christus zelf. En wij zijn altijd geneigd, als wij evangelisatiewerk doen of als we contact hebben met de mensen in onze omgeving, en je vervalt daar heel snel toe om jouw visie, om jouw denken aan een ander op te leggen. Maar het geheim van Filippus is dat hij hem bij Jezus zelf brengt.
En dat is ook wat wij in de gaten moeten houden. Onze focus moet ten alle tijde, als het gaat om ons geestelijk leven, maar ook als het gaat om de werfkracht naar deze wereld, gericht zijn op de persoon en het werk van de Heer Jezus. Het derde stukje wat ik wil lezen, dat is het bekende gedeelte uit Handelingen 2. En dat is het laatste. Ik wilde je drie dingen meegeven. Als het gaat over de roeping, als het gaat over het werk wat Jezus hier op aarde gedaan heeft, dat zijn uitwerking krijgt in het persoonlijke leven van bijvoorbeeld een Filippus. Maar je ziet het in Handelingen 2 ook, dat de werfkracht ook in de gemeente openbaar gaat komen. We lezen vanaf vers 42, Handelingen 2. En iedere keer weer, het zijn bekende woorden, maar iedere keer weer raakt het mijn hart als ik lees van die eerste christengemeente. En zij waren volhardende in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap. En in de breking van het brood. En in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En ze verkochten hun goederen en haven. En ze verdeelden dezelfde aan allen naar dat elk van nodig had. En dagelijks, eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En zij prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Als het gaat over werfkracht, dan zie je dus dat het vanuit het persoonlijk leven ook deze gemeente in vuur en vlam zet, het werk en de persoon van de Heer Jezus. En dat gaat dus ook naar buiten, wordt het zichtbaar. Er gaat kracht vanuit, want we lezen in vers 47, ze prezen God. Ze hadden genade bij het volk en de Heer liet die gemeente groeien. Niet wekelijks, niet jaarlijks, maar dagelijks kwamen de mensen tot geloof en voegden zich bij die gemeente. En wat is nou het kenmerk van een christen? We kunnen heel veel dingen noemen, maar één ding wat ons als christenen moet doortrekken, dat is onze bewogenheid en passie voor een wereld die op het punt staat om verloren te gaan. En een bekende uitspraak van Spurgeon is, en ik zeg niet dat dat de maatstaf vandaag is, maar het is wel goed om mee te nemen. Als jij, als u beleidt een christen te zijn, Spurgeon zegt, dan moet u minstens één persoon kunnen noemen die u tot Jezus heeft geleid. Ik zal het nog een keer herhalen. Hij zegt dus, als u beleidt een christen te zijn, dan moet u in uw leven minstens één persoon kunnen noemen waarvan u weet dat u het middel was om hem tot de Heer Jezus te leiden. Laten we daar met elkaar eens over nadenken. Wat is mijn bewogenheid met de mensen om me heen? Of ben ik blij dat ik behouden ben? Of brandt het verlangen in je hart om zoveel mogelijk mensen mee te nemen op de weg achter de meester aan? En als je iets van het werk, we hebben er gisteravond wat van gehoord, we hebben er vanmorgen iets van gehoord, wat Hij, de Heer Jezus Christus, voor ons gedaan heeft, dan kan het niet anders. Of ons hart moet brandende zijn om in datzelfde voetspoor als Hij te gaan. Om alle dingen schade en drek te achten. En om zoveel mogelijk mensen ook tot zegen te zijn in onze directe omgeving. Let's open up our Bibles to the book of Malachi, chapter 1. Laten we de Bijbel openslaan bij het boek Malachi, hoofdstuk 1. Malachi, chapter 1, verse 6 through verse 11. Malachi hoofdstuk 1, vers 6 tot en met 11. Malachi hoofdstuk 1, vers 6. Een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer?
En ben ik een Heere, waar is mijn vreze? Zegt de Heere der Heerscharen tot u, o priesters, verachters mijns naams. Maar gij zegt, waarmede verachten wij uw naam? Gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood en zegt, waarmede verontreinigen wij u? Daarmede dat gij zegt, des Heeren tafel is verachtelijk. Want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, is het bij u niet kwaad. En als gij wat kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Brengt dat toch uw vorst? Zal hij een welgevallen aan u hebben of zal hij uw aangezicht opnemen? Zegt de Heere der Heerscharen. Nu dan, smeekt toch het aangezicht Gods, dat hij ons genadig zij. Zulks is van uw hand geschied. Zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heere der Heerscharen. Wie is er ook onder u die de deuren om niet toesluit? En gij steekt het vuur niet aan op mijn altaar om niet. Ik heb geen lust aan u, zegt de Heere der Heerscharen, en het spijsoffer is mij van uw hand niet aangenaam. Maar van de opgang der zon tot haar ondergang zal mijn naam groot zijn onder de heidenen. En aan alle plaats zal mijn naam reukwerk toegebracht worden en een rein spijsoffer. Want mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der Heerscharen. Let's go the Lord in prayer. Laten ons gaan tot de Heer in gebed. Father, we come before you in the name of your Son. And we praise you for all that you are. We praise you that you have granted us this great privilege of knowing you, but also the awesome responsibility of making your name known among the nations. Father, I pray that you would strengthen us, that you would give us wisdom, that you would teach us, that you would stir us up by the Holy Spirit, that we would have a passion for the things of God, a passion for the name of God, that we would do all things for the glory of your name, for the edification of your people, and for the benefit of mankind. In Jesus' name. Amen. Now, many of you hearing this text probably are wondering, I thought this was about evangelism. Nou, velen van jullie, terwijl we deze tekst hebben gelezen, vroegen zich misschien af. Ik dacht dat het vanmiddag zou gaan over evangelisatie. It is. Daar gaat het ook over. But evangelism begins with a passion for God. Maar evangelisatie begint met een passie voor de Heere God. We must have a passion for souls, that is true. Het is belangrijk dat we een bewogenheid hebben voor zielen, dat is waar. But above all things we must have a passion for God. Maar boven alles behoren wij een passie te hebben voor de Heere God. I attend many missionary gatherings throughout the world. Nou, ik bezoek heel veel bijeenkomsten van zendelingen over de hele wereld. And whenever people talk about the Great Commission. En elke keer als er gesproken wordt over de grote opdracht, they speak mainly about the needs of men. Dan wordt er hoofdzakelijk gesproken over de noden van mensen. We need to go because men are lost. We moeten gaan omdat mensen verloren zijn. We need to go because people are suffering. We moeten erop uittrekken omdat mensen lijden. All of that is true. En dat is allemaal waar. If you do not care about the sufferings of humanity, I doubt your conversion. Als je niet bezorgd bent om het lijden van mensen om je heen en in deze wereld, dan twijfel ik aan je bekering. But I think that many missionary endeavors are missing the point. Maar toch denk ik dat heel veel zendingsondernemingen het werkelijke punt waar het om gaat missen. Although we must care about souls, there is something even higher. Ook al is het waar dat we bewogen moeten zijn voor zielen, er is toch nog iets hogers. The glory of God. De heerlijkheid van God. The glory of God. De heerlijkheid van God. That God's name be great among the nations. Dat Gods naam groot wordt gemaakt onder de natiën. Let me share with you. Laat me dit met je delen. A young missionary or a young evangelist goes out into the park to preach.
Een jonge evangelist die gaat een park in om daar het evangelie te brengen. And he is very naive. En hij is heel naïef. He's very excited. Hij is heel opgewonden. He goes out there with his microphone. En hij gaat daar staan met zijn microfoon. And his chair to stand on. En hij neemt een stoel mee om daarop te gaan staan. And all his Bibles and tracts. En hij heeft Bijbels bij zich en traktaten. And he thinks that he's going to get up there and start preaching. En hij denkt dat hij daar kan gaan beginnen met prediken. And that angels are going to descend from heaven. En dat engelen uit de hemel zullen neerdalen. And sing the hallelujah chorus. En het halleluja daar zullen gaan zingen. And that people are going to fall down and be saved. En dat mensen daar zullen neervallen en behouden zullen worden. And then they're going to pick him up. En dat ze hem dan zullen oppakken. And carry him around the city applauding him. En hem zullen ronddragen in de stad en hem een applaus zullen geven. This is the great man who brought us the gospel. Dit is de geweldige man die ons het evangelie heeft gebracht. Let me tell you how it's really going to turn out. Maar laat me je vertellen hoe het werkelijk zal gaan. How it's turned out many times to me. En hoe het ook mij meerdere malen is overkomen. You walk out there with all your stuff. Je gaat daar weer vandaan met al je spullen. You stand up on your chair. Oh sorry, je gaat er naartoe. Je gaat op je stoel staan. You bring your own chair. Je neemt je eigen stoel mee. Because the police can't make you get off your own chair. Want de politie kan je niet van je eigen stoel afhalen. And you begin to preach. En je begint te prediken. And people seem to gather around. En een aantal mensen gaan om je heen staan. They seem to be listening. En het lijkt erop dat ze luisteren. Everything is going wonderfully. En alles gaat geweldig. And then all of a sudden someone appears. En dan plotseling verschijnt er iemand. And begins screaming at you. En die begint tegen je te schreeuwen. That you're a demon. Dat je een demon bent. You're a heretic. En dat je een dwaalleraar bent. You're lying to the people. En dat je liegt tegen de mensen. You're trying to take them away from their old religion. En dat je ze probeert weg te halen van hun oude godsdienst. And they grab you and your chair and your books and your tracts and they throw you out in the street. En dan pakken ze jou en je stoel en je traktaten en alles wat je bij je hebt en ze werpen je op straat. It's going to take a lot more than a passion for souls to make you walk back in there again and preach. En er is heel veel meer nodig dan een bewogenheid voor mensen om opnieuw daar naar binnen te lopen om daar het evangelie te gaan brengen. It's going to take your passion for the glory of God. Wat daarvoor nodig is, is een bewogenheid voor de eer van God. It is going to take a passion for the gospel of Jesus Christ. Wat daarvoor nodig is, is een passie voor het evangelie van Jezus Christus. The cry of your heart must be this. En jouw hartekreet moet dit zijn. That God's name be great among the nations. Dat Gods naam wordt verheerlijkt onder de volkeren. And that the Lamb receive the full reward for his sufferings. En dat het Lam de volle beloning ontvangt voor wat hij heeft geleden. When I love people, I will go back into the park and preach. Wanneer ik van mensen houd, dan zal ik teruggaan naar het park om opnieuw te prediken. And when I don't love them very much, I will go back into the park and preach. En wanneer ik niet zoveel van die mensen hou, zal ik toch ook weer teruggaan naar het park om daar te prediken. Because this is not primarily about people. Want het gaat niet in de eerste plaats om mensen. It's about the glory of God. Maar het gaat in de eerste plaats om de verheerlijking en de glorie van God. Listen to me. Luister naar me. Especially some of you young preachers. In het bijzonder enkele van jullie jonge predikers. You cannot just be theologians. Het is niet mogelijk om alleen maar theologen te zijn. You must be more than little scribes that write books. Je moet iets meer zijn dan een kleine schriftgeleerde die een boeken schrijft. You must be men who dwell in the presence of God. Je moet mannen zijn die verblijven in de tegenwoordigheid van God. Who seek him in prayer. Die hem zoeken in gebed. Who spend more time with him than anybody else. Die meer tijd met hem besteden dan met wie dan ook. Until you are a man consumed by him. Totdat je een man bent die vervuld is van hem. A man who belongs to him. En een man die hem toebehoort. And a man who is set to doing the will of God no matter what it costs. En een man die zijn hart erop heeft gezet om de wil van God te doen, wat de prijs ook is. This is how you do evangelism.
Dat is de wijze om te evangeliseren. This is how you do missions. En dat is de manier om de zending in te gaan. It is first and foremost a passion for God. Het is in de allereerste plaats een passie voor God. Now I want us just to look briefly here at this text. Ik wil graag met jullie kijken naar deze tekst. In verse 6 he says a son honors his father and a servant his master. Een zoon eert zijn vader en een knecht eert zijn heer. In this society and in ours there are certain rules of decorum. In de toenmalige samenleving en ook in die van ons waren er bepaalde omgangsregels. There are certain positions of authority that demand respect. Er waren posities, mensen die bepaalde posities van gezag bekleden waar men respect voor diende te hebben. Even in the secular West these rules still apply. Zelfs in het seculiere Westen gaan deze regels nog steeds op. A son should honor his father. Een zoon behoort zijn vader te eren. And when he does not, it is a shameful thing. En als een zoon dat niet doet, is dat iets schandelijks. And a servant should honor his master. En een dienstknecht behoort zijn meester te eren. An employee should honor his employer. En een werknemer moet respect hebben voor zijn werkgever. That's God's argument. Dat is het argument wat de Heer hier aanvoert. Then he goes on to say this. En dan gaat hij door met dit te zeggen. If I am a father, where is my honor? Indien ik dan een vader ben, waar is mijn eer? First he's talking about all that he's given to Israel in his compassion as a father. Eerst spreekt hij over alles wat hij aan Israël heeft gegeven vanuit zijn bewogenheid en liefde als vader. He's saying, Israel, I have a claim upon you. En hij zegt tegen zijn volk Israël, jullie zijn mij iets verschuldigd. By right of all that I have done for you as a father. Vanwege alles wat ik voor jullie heb gedaan als jullie vader. You see, God has certain claims upon men. Weet je, God kan een bepaalde claim op mensen leggen. De mensen zijn hem iets verschuldigd. He has a claim on all men as their creator. Hem komt als schepper van alle mensen al heel veel toe. All men alive should honor God because he made them and sustained them. Alle mensen die leven behoren de Heere te vereren omdat hij hen heeft gemaakt en hen onderhoudt. But the Christian should be obedient to God even more. Maar de christen behoort nog veel meer hem gehoorzaam te zijn. Because God not only created us, want de Heere God heeft ons niet alleen geschapen. He not only sustains us, en hij onderhoudt ons niet alleen. But he redeemed us through the blood of his son. Maar hij heeft ons verlost door het bloed van zijn zoon. And not only has he redeemed us through the blood of his son. En hij heeft ons niet alleen verlost door het bloed van zijn eigen zoon. But he has been a father to us. Maar hij is een vader voor ons geweest. He has cared for us. Hij heeft voor ons gezorgd. His providence has carried us. En zijn voorzienigheid heeft ons overal doorheen gedragen. Should we not honor him? Zouden we hem dan niet eren? Should we not respect him? Zouden we hem niet respecteren? You were given a heart so that it would beat for God. Jij hebt een hart gekregen opdat het voor hem zou kloppen. You were given a mind so that it would think thoughts about God. Je hebt verstand gekregen opdat het gedachten over hem zou bedenken. You were given breath just so you could take it in and bring it back out in worship. En jou is adem gegeven opdat je kan inademen en weer kan uitademen in aanbidding. You were given strength to serve him. En jou is kracht gegeven om hem te dienen. You belong to him. Jij behoort aan hem. And you will not find joy. En je zult geen vreugde vinden. You will not find meaning. En je zult geen betekenis vinden. Until you conform your will to his. Totdat je jouw wil gelijkvormig maakt aan zijn wil. And live as his servant. En leeft als zijn dienstknecht. According to the calling that he has given you as individual Christians. Overeenkomstig de roeping die hij voor jou, voor jullie als individuele christenen heeft. Not everyone has the gift
of an evangelist. Niet iedereen heeft de gave van evangelist. And not everyone is called to go out to a park, jump on a chair and preach. En niet iedereen is geroepen om een park in te gaan en een stoel mee te nemen om daarop te gaan staan om te prediken. But we are all called to be witnesses. Maar we zijn wel allemaal geroepen om getuigen te zijn. We are all called to be concerned that God's name be great among the nations. We zijn allemaal geroepen om ons er zorgen om te maken dat Gods naam wordt verheerlijkt onder alle volkeren. We are not to live for ourselves. En wij behoren niet voor onszelf te leven. God redeemed Israel out of Egypt. God heeft Israël uit Egypte verlost. He carried them as a father. Hij heeft hen gedragen als een vader. He planted them in the land of Canaan. Hij heeft hen geplant in het land Canaan. He fulfilled all his promises. Hij heeft al zijn beloften aan hen vervuld. He protected them. Hij heeft hen beschermd. He cared for them. En voor hen gezorgd. But they rebelled and rebelled and rebelled. Maar ze kwamen in opstand en ze rebelleerden en ze rebelleerden. Finally, when the land could not bear their sins any longer. Uiteindelijk toen het land hun zonden niet meer kon verdragen. They were vomited out into captivity. Werden ze uitgespuugd in de ballingschap. But God, in his covenant faithfulness, brought them back once again. Maar de Heere God, vanwege zijn verbondstrouw, heeft hen opnieuw teruggebracht. You would think that this mercy would lead them to give their hearts completely to God. Je zou denken dat deze getoonde barmhartigheid hen ertoe zou leiden om hun hart helemaal aan hem te geven. But we can see throughout the minor prophets that they were more concerned with themselves. Maar we zien ook uit de boeken van de kleine profeten dat ze ook na de ballingschap nog steeds veel meer bezorgd waren om zichzelf. They were more concerned with building houses. Ze waren meer bezig met het bouwen van huizen. And planting vineyards. En het aanleggen van wijngaarden. Comfort. En hun eigen luxe, and comfort. Ease of life. En een gemakkelijk leven. They were wrapped up in the world around them and they were not giving their heart fully to God. En ze werden eigenlijk opgenomen in de cultuur van de wereld om hen heen. En ze gaven hun hart niet helemaal aan God. Let me just say this for a moment. Nou, laat me dit zeggen. It's very dangerous to live in the West. Het is heel gevaarlijk om in het Westen te leven. Because there's just so much entertainment. Omdat er zo ontzettend veel entertainment is. There's just so many things to do. En er zijn gewoon zoveel dingen te doen. There's so many possibilities. Zoveel mogelijkheden. The first years that I served in Peru, there was a war going on. De eerste jaren dat ik in Peru diende, was er een oorlog gaande. Between the Peruvian government and the terrorist group known as the Shining Path. Tussen de Peruaanse overheid en een terroristengroep genaamd The Shining Path. The country was totally devastated by war and depression. En het land ging totaal ten onder aan de oorlog en de economic depression. Economic. De economische crisis die daardoor kwam. There were times when we would have to stand in line for 2 hours just to get a bag of rice. Er zijn tijden geweest dat we 2 uur lang in de rij moesten staan om een zak rijst te kunnen kopen. And you never knew if the parked car or the building right beside you was going to blow up. En je wist nooit zeker of de auto die naast je geparkeerd stond of het gebouw waar naast je stond misschien niet zou ontploffen. There was no security in Peru. Er was geen veiligheid in There Peru. There was little food in Peru. En er was weinig eten. There was no money in Peru. En er was geen geld. Danger and conflict was everywhere. En het gevaar en de strijd was overal aanwezig. And our fellowships in the church were absolutely marvelous. En de gemeenschap die wij beleefden in de plaatselijke gemeente was absoluut geweldig. Our church services were heavenly. De diensten die wij hadden in de kerk waren hemels. Our ministries to the orphans in the street was just almost like the apostolic age. En de bediening die wij hadden voor de wezen in de straat,
Dat was bijna net als in de tijd van de apostelen. Because the Christians had nothing but Jesus. Omdat de christenen niets hadden dan Jezus alleen. They had nothing but each other. En ze hadden ook niets anders dan elkaar. And they had nothing to do but serve their God. En ze hadden niets anders te doen dan hun God te dienen. But when the war was over, maar toen de oorlog voorbij was, and prosperity began to come once again into Peru, en de welvaart langzaam maar zeker weer opkwam, much of that was lost. Veel daarvan raakte verloren. Do you see how dangerous it is to live in the West? Zie je daardoor hoe gevaarlijk het is om in het Westen te leven? You think more about what kind of car you're going to buy than the glory of God. Je denkt meer over wat voor auto je zult kopen dan aan de heerlijkheid van God. You worry about what label is on your shirt or if it's in style. En je maakt je zorgen over het merk dat op je shirt staat of dat je shirt wel overeenkomstig de mode is. And like Israel, we are missing the opportunity to serve our God. En net als Israël lopen wij de kans mis, de kans die we hebben om de Heer te dienen. And have an impact on the nations. En om een indruk en een impact te hebben op de volkeren. He says to the very priests, you are despising my name. Hij zegt tegen de priesters, jullie verachten mijn naam. He's not just speaking about the common people. Hij spreekt hier niet over de gewone mensen. But the men who were supposed to be dedicated to the service of God, they were despising his name. Maar de mannen die toegewijd behoorden te zijn aan de dienst van de Heere God. Zij waren degene die zijn naam verachten. But they said, how are we doing that? Maar dan zeggen ze, maar hoe doen we dat dan? Isn't it amazing how blind we can all become? Is het niet verbazingwekkend hoe blind wij allemaal kunnen worden? We are often so blind to our sin. We zijn zo vaak zo blind voor onze zonden. We think to ourselves, well, we look at the world and see that they're not serving God and at least we're doing better. En we kijken dan naar de wereld en we zeggen, nou ja, die mensen die dienen God helemaal niet. Wij doen het in ieder geval wel iets beter. I'm a moral person. Want ik ben een moreel verantwoordelijk mens. I read my Bible. En ik lees in mijn Bijbel. I'm nice to people. En ik ben vriendelijk voor mensen. I give a little money to the church. En ik geef geld aan de kerk. I'm doing a lot better than everyone else. Ik doe het op al die punten beter dan veel anderen. But everyone else is not your standard. Maar alle anderen zijn niet degene die de norm bepalen. The Bible is your standard. Maar de Bijbel is de norm. The Bible. De Bijbel. In many ways our love with the world demonstrates that we are sometimes despising the very name of God. Op velerlei wijze demonstreert onze liefde voor de dingen van deze wereld onze verachting voor Gods naam. That we are not esteeming the value of God. Dat wij geen ontzag hebben voor de waarde van God. That we are considering other things as more important. En dat we andere dingen als veel belangrijker beschouwen. And yet other things are rubbish compared to God and his will. En toch andere dingen zijn vuilnis vergeleken bij de Heere God en zijn wil. Verse 7. God says, you are presenting defiled food upon my altar. But you say, how have we defiled you? In that you say, the table of the Lord is to be despised. Vers 7. Daar zegt de Heere, jullie brengen op mijn altaar verontreinigd brood. En jullie zeggen, waarmee verontreinigen wij u? En dan zegt de Heere dit daarmee. Dat jullie zeggen, de tafel van de Heer is verachtelijk. They're saying, we still don't understand. Ze zeggen opnieuw, maar heren, we begrijpen het niet. And he says, you're despising me because you are not giving your best. En dan zegt de Heer tegen hen, jullie verachten mij omdat jullie mij niet het beste geven. Like the church in Laodicea, their hearts were becoming dull. Net als de kerk van Laodicea werden hun harten lauw. Many times people speak about zeal as something bad. Het gebeurt vaak dat mensen spreken over
ijverig zijn of gedreven zijn als iets slechts. We see a person who gets saved, a young man who gets saved. We zien een jong iemand die tot reddend geloof komt, behouden wordt. And he wants to win the world. En hij wil de hele wereld winnen. He's reading his Bible all the time. En hij leest de hele tijd in zijn Bijbel. He's in church every time the doors are open. En elke keer als de kerkdeuren open gaan, dan is hij daar. He goes witnessing in the streets. En hij gaat getuigen in de straat. And we say, oh, he's just young and naive and full of zeal. En dan zeggen we, oh ja, hij is jong en hij is naïef en hij heeft een jeugdig enthousiasme. And you are old and wise and have no zeal. En jij bent oud en wijs en zonder enige enthousiasme, zonder enige ijver. The old preacher Leonard Ravenhill used to say this. De oude prediker Leonard Ravenhill die was gewoon om dit te zeggen. I would rather have a fool on fire than a scholar on ice. Ik heb liever een dwaas die in vuur en vlam staat dan een geleerde die on ice, Cold and freezing. Van ijs is. Now I would rather have a scholar on fire, to be honest with you. Nou, het liefste heb ik een geleerde die in vuur en vlam staat. But the point is well taken. Maar hij maakt wel een punt daar. Listen to me. Luister. I go to conferences and hear all these really big preachers. Ik kom op heel veel conferenties en ik hoor heel veel geweldige grote predikers. And I, be honest with you, I don't learn a whole lot. En om eerlijk te zijn, leer ik niet heel erg veel. Do you know when I learn something? Weet je wanneer ik wel wat leer? Is when during those conferences they let some new believer get up and give their testimony. Wanneer ze gedurende die conferenties iemand die pas tot geloof is gekomen de gelegenheid geven om een getuigenis te geven. When I listen to that new believer speaking. En wanneer ik luister naar die nieuwe gelovige die dan spreekt. In that fresh love that he has for Christ. En hij spreekt over die frisse liefde die hij heeft voor Christus. I don't learn much. Dan leer ik niet veel. But I remember a lot that I have forgotten. Maar dan herinner ik me opnieuw een heleboel dat ik eigenlijk weer ben vergeten. I remember what it's like to be filled with that zeal. Dan word ik eraan herinnerd wat het betekent om vervuld te zijn met deze passie. To just want Jesus. Om alleen maar Jezus te willen. To just want to do his will. Om alleen maar zijn wil te willen doen. And to go out preaching actually thinking that you just might win the world to Christ. En om uit te gaan predikende en te geloven dat het zou kunnen dat je de wereld wint voor Christus. I would trade a lot of my books in order to have that back. Nou, ik ben bereid om een heleboel van mijn boeken in te leveren om dat weer terug te krijgen. You see, God is not condemning them because they're not smart enough. Weet je, de Heere veroordeelt hen niet omdat ze niet intelligent en intellectueel genoeg zijn. God is condemning them because they have so little passion. Maar God veroordeelt hen omdat ze zo weinig passie hebben. So little zeal. En zo weinig gedrevenheid. They have not responded to all the good that God has done for them. Ze hebben niet gereageerd met hun hart op al het goede dat God voor hen heeft gedaan. Look at verse 10. Kijk eens naar vers 10. God says, oh, that there were one among you who would shut the gates, that you might not uselessly kindle fire on my altar. I am not pleased with you, says the Lord of hosts, nor will I accept an offering from you. En daar zegt de Heere, was er maar iemand onder u die de deuren zou sluiten, en dat jullie niet het vuur op mijn altaar nutteloos zouden aansteken. Want ik heb geen lust aan u, zegt de Heere der Heerscharen. Any sort of sacrifice that is not a sacrifice generated by a love for God is worthless. Elk offer dat gebracht wordt, dat niet gebracht wordt vanuit een echte liefde voor de Heere God, is waardeloos. Also another thing we see here. Wat we hier ook zien is dit. There are so many religious things done in churches that have no meaning whatsoever to God. Er worden zoveel religieuze dingen gedaan in de kerken die voor de Heere God van geen enkele betekenis zijn.
We oftentimes put so much emphasis on things that God doesn't even care about. Wij leggen zo vaak de nadruk op allerlei dingen waar God helemaal niet mee bezig is. What does God care about? Waar denkt de Heere God aan? Well, waar maakt Hij zich zorgen om? Let me just give you a few. Laat me er een paar noemen. He cares about His glory. Hij is bezorgd om zijn eer. He cares about His name. Hij is bezorgd om zijn naam. And do you know what else He cares about? Hij zorgt, weet je waar Hij nog meer voor zorgt? Now this may shock you. Nou, dit is misschien schokkend voor je. He cares about people. Hij is bezorgd om mensen. As a matter of fact, let me say this. In feite, laat me dit zeggen. God cares more about cows than we care about people. God is meer bezorgd om koeien dan dat wij bezorgd zijn om mensen. Have you not read the book of Jonah? Heb je het boek Jona niet gelezen? He would not destroy Nineveh. Hij wou Nineveh niet vernietigen. Not only because there were a multitude of people, but it also says because there was much livestock. Niet alleen omdat er een grote hoeveelheid mensen daar was, maar ook omdat zich daar veel vee bevond. God loves cattle more than we love people. God houdt meer van vee dan dat wij houden van mensen. God loves people. God houdt van mensen. He loves religious people. Hij houdt van godsdienstige mensen. Who are lost. Die verloren zijn. And mean. En gemeen. He loves punk rockers. Hij houdt van punk rockers. And prostitutes. En prostituees. And everything in between. En alles wat ertussen zit. God loves people. God houdt van mensen. And His church ought to be primarily about two things. En in zijn kerk behoort het hoofdzakelijk om twee dingen te gaan. And they are summed up in two commandments. En die zijn samengevat in twee geboden. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Heb de Heere God lief met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je hart en met heel je kracht. And then love your neighbor as yourself. En heb je naaste lief als jezelf. You say, what else? En dan zeg je, wat nog meer dan? Don't worry, that'll take you a lifetime. Nou, daar hoef je geen zorgen om te maken. Hier kan je je leven mee verder. Someone asked me one time, and this is kind of scholastic and philosophical. Iemand stelde mij eens de vraag, en dit is een beetje filosofisch van aard. Someone asked me, Brother Paul. Iemand stelde mij de vraag, Brother Paul. And I said, yes. Ik zei ja. What is the greatest sin? Wat is de grootste zonde? I thought, well, that's a pretty good question. En toen dacht ik, nou, dat is een goede vraag. And I thought for a moment. En ik dacht er even over na. And then I said this. En toen zei ik dit. I suppose the greatest sin would be breaking the greatest commandment. Ik neem aan dat de grootste zonde is het overtreden van het grootste gebod. Not loving the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Het niet liefhebben van de Heere God met heel je ziel, hart, verstand en kracht. And I suppose the second greatest sin would be this. En ik neem aan dat de tweede grootste zonde dit is. Not to love your neighbor. Niet je naaste liefhebben. Who is my neighbor? Wie is mijn naaste? Everybody. Iedereen. Especially the people who aren't like you. In het bijzonder de mensen die niet zijn zoals jij bent. When I graduated from seminary, I had a lot of goals. Toen ik afgestudeerd was van de theologische opleiding, had ik een heleboel doelen. After I won South America to Christ, I was going to go to Asia. Nadat ik Zuid-Amerika voor Christus had gewonnen, zou ik naar Azië gaan. They were pretty big goals. Dat waren aardig grote doelen. Do you know what my goal is? Weet je wat mijn doel is? And the Lord knows this is true. En de Heer weet dat dit waar is. It's a thing I pray about. En ik bid over dit.
to love my wife as Christ loved the church. Om mijn vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente lief had. Because my wife and I are in the closest relationship possible. Omdat mijn vrouw en ik ons bevinden in de meest intieme relatie die mogelijk is. Two fallible persons. Twee feilbare mensen. Who can disagree. Die het met elkaar oneens kunnen zijn. If I could love her. Als ik haar kan liefhebben. Then I could love my children. Dan kan ik van mijn kinderen houden. And I could love my brothers and sisters in Christ. En dan kan ik van mijn broeders en zusters in Christus houden. And I could love prostitutes. En dan kan ik houden, dan kan ik prostituees lief hebben. And homosexuals. En homoseksuelen. And thieves. En dieven. I would trade everything to be able to do those two commandments. En ik ben wel bereid om alles op te geven en in te ruilen om deze twee geboden te kunnen onderhouden. You can spend all day arguing about the finer points of theology if you want. Je kunt de hele dag besteden aan het bediscussiëren van de wat verfijndere onderwerpen in de theologie als je wilt. And you can spend all day arguing about what kind of clothes I ought to wear. En je kan de hele dag met elkaar praten over wat voor kleren je eigenlijk behoort te dragen. But all I want to do is love. Maar het enige wat ik wil is liefhebben. It is so easy to preach. Het is zo makkelijk om te prediken. It is so difficult to love. En het is zo moeilijk om lief te hebben. To love God. Om God lief te hebben. And to love people. En om mensen lief te hebben. Another thing that we learn about this verse 10, learn from verse 10. En iets anders wat we leren van vers 10. Is that some churches just ought to shut their doors. Is dat sommige kerken hun deuren zouden moeten sluiten. Because they're not churches. Omdat het geen kerken zijn. Their candlestick has been removed. Hun kandelaar is verwijderd. They are cold. Ze zijn koud. Without passion. Zonder enige hartstocht. Mean. Gemeen. And do not care about souls. En hebben geen bewogenheid voor zielen. We plant churches all around the world. Wij stichten gemeenten over de hele wereld. But we plant churches also in the United States. We help with church plants in the United States. En we zijn ook bezig om te helpen met gemeentestichting in de Verenigde Staten. And someone asked me, why do you want to plant churches in the United States? There are churches on every corner. Sommigen stellen mij wel eens de vraag, waarom willen jullie gemeenten stichten in de Verenigde Staten? Je vindt een kerk op elke hoek van de straat. And I said no. En dan zeg ik nee. There are really pretty buildings on pretty yards on every corner. Het is waar dat er prachtige gebouwen staan op schitterende erven en mooie tuinen eromheen op elke hoek van de straat. And they have steeples and they have crosses, but they do not have the presence of God. En ze hebben altaren, ze hebben kruisen, maar de aanwezigheid van God is er niet. And you could take a paintbrush and write Ichabod across the door because the glory of the Lord has departed. En je kunt een verfkwast nemen en Ichabod op de deur schrijven, wat betekent de heerlijkheid des Heren is verdwenen. Churches are about loving God and loving people. In de kerk gaat het om liefde voor God en liefde voor mensen. Now look at verse 11. En kijk naar vers 11. God says, from the rising of the sun even to its setting, my name will be great among the nations, and in every place incense is going to be offered to my name, and a grain offering that is pure, for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. Daar staat, van de opgang der zon tot haar ondergang zal mijn naam groot zijn onder de heidenen, en aan alle plaats zal mijn naam reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer, want mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der Heerscharen. Sometimes when I go to mission conferences, soms als ik bij zendingscongressen ben, and evangelism conferences, of conferenties over evangelisatie, I hear
preachers trying to motivate the people. Dan hoor ik dat predikers proberen om mensen te motiveren. And they say the world is dying without Christ. En dan zeggen ze de wereld sterft zonder Christus. And we are Christ's arms and legs. We must go. En wij zijn de armen en de benen van Christus, dus wij moeten gaan. And if we don't do something, nothing will be done. En als wij niets doen, dan zal er niets gebeuren. And they portray Jesus as though he were sitting there on top of his little throne, scared to death that his commission was not going to be fulfilled. En ze schetsen een beeld van Jezus alsof hij daar zit in de hemel op zijn kleine troon, die heel erg bang is dat zijn gemeente niet doet wat ze moeten doen en dat zijn opdracht niet vervuld zal worden. Poor little Jesus. Arme kleine Jezus. He wants to preach the gospel to the world. Hij wil zo graag het evangelie prediken aan de wereld. But we just won't go. Maar wij willen niet gaan. That's ridiculous. Dat is belachelijk. It's absolutely ridiculous. Dat is absoluut belachelijk. Look at Israel here. Kijk eens naar Israël hier. Do you see in this description that they care about the nations? Zie je hier in vers 11 dat zij zich zorgen maken om de heidenen, om de volkeren? From this we can see they don't even care about God. Uit deze verse blijkt dat ze zich niet eens zorgen maken om God. They don't care about the temple. En dat ze zich niet zorgen maken om de tempel. They don't care about anything but themselves. Ze zijn eigenlijk met niets anders bezig dan zichzelf. They're not going to go out to the nations. Zij zullen niet gaan naar de heidenen. They'd rather see the nations destroyed. Ze willen liever dat de volkeren, de heidenen, worden vernietigd. Yet in the middle of his people's failure. Yet, of toch te midden van het falen van zijn volk. God stands up and says, "My name will be great among the nations." Staat de Heere God op en hij zegt, "Mijn naam zal groot gemaakt worden onder de heidenen." Let me teach you something about the sovereignty of God. En dit laat me je iets leren over Gods soevereiniteit. God's name will be great among the nations. Gods naam zal groot gemaakt worden onder de volkeren. And the Lamb will receive the full reward of his suffering. En het lam zal de volle beloning ontvangen voor zijn lijden. And there will be a multitude before the throne of God from every nation, tribe, language and people. En er zal een grote, niet te tellen schare zijn voor de troon van de Heere God uit elke stam en uit elke volk en elke natie en elke taal. Whether you want to be a part of it or not. Of jij daar nou deel van uit wil maken of niet. God will raise up a people. God zal zich een volk formeren. And they will do the work. En zij zullen het werk doen. Whether you want to or not. Of jij dat wilt of niet. You see, God's work of evangelizing the nations does not depend on you. Zie je dus dat Gods werk van het bereiken van de volkeren niet afhangt van jou? He's not begging you to help him. Hij staat niet jou te smeken om hem te gaan helpen. But instead he is offering you the privilege to participate in what he is doing. Nee, het is zo dat hij geeft jou het voorrecht om hem te assisteren in wat hij aan het doen is. He's offering you the possibility to join with him and to work in the harvest. Hij biedt jou de mogelijkheid aan om medearbeider van hem te zijn en met hem te werken in de oogst. He has opened the door and granted you the possibility of having a meaningful life. Hij heeft de deur voor je geopend en hij geeft jou de mogelijkheid om een betekenisvol leven te leiden. Of living for something eternal. Om te leven voor iets dat eeuwigheidswaarde heeft. It should be the cry of every Christian heart. En dat behoort de hartekreet te zijn van iedere christen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. What does that mean? En wat betekent dat? Father, it is my prayer that your name be esteemed as unique and special above all other names. Vader, het is mijn gebed dat uw naam zal worden geëerd en zal worden gekend en erkend als zijnde uniek en volkomen uniek onder de volkeren. That in every nation.
Dat onder alle volkeren. In every people group. En in alle bevolkingsgroepen. Your name be worshipped. Uw naam aanbeden zal worden. That it be revered. En dat er eerbied zal zijn voor uw naam. That your kingdom will come. Dat uw koninkrijk zal komen. That Christ's reign will spread throughout all the nations. Dat de heerschappij van Christus zich zal verspreiden over alle volkeren. And that the will of God be done. En dat Gods wil gedaan zal worden. That all men submit their wills to the will of God. Dat alle mensen hun wil zullen onderwerpen aan de wil van God. And in submitting their wills to the will of God, they find true freedom. En dat ze ware vrijheid vinden in het onderwerpen van hun wil aan de wil van God. Evangelism. Evangelisatie. Missions. Zending. You say, Brother Paul, all that evangelism and missions, it seems so complicated. U zegt misschien, Brother Paul, dat allemaal dat over zending en evangelisatie, het lijkt allemaal zo gecompliceerd. Well, let me simplify it for you. Laat me proberen om het eenvoudig voor je te maken. With something of an illustration. Bij wijze van illustratie. There are only two ministries in missions. Er zijn maar twee soorten bediening in zending. You either go down into the well. The well, yeah. The well, like a well to pull water out of. Ja, je gaat of naar beneden in de bron. You go down into the well. Je gaat dus de bron in. Or you hold the rope for the one who's going down. Of je houdt het touw vast van degene die naar beneden gaat. You either go as a missionary. Dus of je gaat als een zendeling. Or you hold the rope for those missionaries who go. Of je houdt het touw vast van de zendelingen die gaan. You support them. Je ondersteunt hen. Financially. Financieel. Prayerfully. Met gebed. You sacrifice just as much as the missionary. En jij offert daar net zoveel voor op als de zendeling. If he has to give up in order to go, then you need to give up in order to send him. Als hij heel veel moet opgeven om te kunnen gaan, dan moet jij heel veel opgeven om hem te kunnen uitzenden. Anything you have in your hand, use it not for yourself, but the advancement of the kingdom. En alles wat jou is toevertrouwd, moet je gebruiken, niet voor jezelf, maar voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Listen to me as I was teaching the young people this morning. Toen ik vanmorgen de jongeren onderwees. This world is passing away. Deze wereld is aan het voorbijgaan. Not only that, it's very possible that persecution is coming to the West. Dat niet alleen, het is ook heel goed mogelijk dat christenen in het Westen vervolgd zullen gaan worden. There's a good chance I'm going to end my ministry in jail. Er bestaat een kans dat ik mijn bediening zal eindigen in de gevangenis. We must work while we still have the freedom to work. En zolang wij de vrijheid hebben om te werken, moeten we werken. While we still have the opportunity, we need to go to the places where the gospel is not preached. Zolang wij de mogelijkheid hebben, moeten we gaan naar de plaatsen waar het evangelie nog niet is gebracht. And we need to go to the people closest to us that have never heard the gospel. En we moeten gaan naar de mensen die ons heel dichtbij staan en die ook nog nooit het evangelie hebben gehoord. Yes, God is sovereign. Ja, de Heere God is soeverein, oppermachtig. And God has made a decree. En God heeft een wilsbesluit gemaakt. But he has also decreed to use preachers to gather in his people. Maar hij heeft ook besloten dat hij predikers wil gebruiken om zijn volk tot hemzelf te roepen. And we are those preachers. En wij zijn die predikers. And we must go forth. En wij moeten uitgaan. And we must preach the gospel of Jesus Christ to the world. En wij moeten het evangelie van Jezus Christus proclameren in deze wereld. That's not only our task. En dat is niet alleen onze opdracht. It's our privilege. Maar het is ook ons voorrecht. Last night when I got up to preach. Toen ik gisteravond opstond om te prediken. The first thing I said was, it's a great privilege for me to preach here. Het eerste wat ik toen zei is, het is een groot voorrecht voor mij om vanavond voor jullie te prediken. And people laughed. En mensen lachten. Now, that didn't bother me. Dat geeft niet. They were right to laugh. It was funny. Dat was ook wel logisch. It's funny because they laughed because I say that every time I get up in the pulpit. Mensen vonden het een beetje lachwekkend, omdat ik dat
Elke keer zeg als ik achter de kansel ga staan. If you're a betting man, you can pretty much bet that the first thing I'm going to say when I get in the pulpit is, it's a privilege to preach. Als je het leuk vindt om te wedden, dan moet je deze weddenschap aangaan en dan moet je zeggen, het eerste wat hij gaat zeggen als hij gaat preken, is dat het een voorrecht voor hem is om te preken. Do you know why I say it's a privilege? Weet je waarom ik zeg dat het een voorrecht is? Because it is. Omdat het zo is. Do you know that angels long to do what I'm doing? Weet je dat engelen begeren te doen wat ik doe? Do you know that prophets and kings and scribes longed for the day when the Messiah would come? Wist je dat profeten en koningen en wetsgeleerden in het Oude Testament hebben verlangd naar de dag dat de Messias zou komen? They longed to have the gospel that we now have. Dat zij verlangden naar het evangelie dat wij nu hebben. We are the most privileged people on the face of the earth. Wij zijn de meest bevoorrechte mensen op deze hele aardbodem. The day of judgment is coming for me. De oordeelsdag komt eraan voor mij. I know I am weak and frail. Ik weet dat ik zwak en kwetsbaar ben. I take great comfort in the fact that the one who judges me is going to be my brother. En het vertroost mij bijzonder dat degene die mij zal beoordelen mijn broeder is. That the one who judges me is the one who died for me. Dat degene die mij zal oordelen degene is die voor mij is gestorven. But sometimes I think, what would be the saddest thing I could hear? Maar soms denk ik er wel eens over na, nou, wat zou het meest droevige zijn wat ik dan zou kunnen horen? As a Christian, als christen. On that day, op die dag. I think it would be this, ik denk dat het dit zou zijn. My dear Paul. Lieve Paul. If you only knew what I desired to do with you. Als je had geweten wat mijn verlangen was om met jou te doen. There was so much more. Er was zoveel meer. But you were so preoccupied with other things. Maar je werd zo in beslag genomen door andere dingen. Again, as I told the young people this morning. Nou, wat ik vanmorgen tegen de tieners heb gezegd, de jongeren. I have never met a man or woman of God. Ik heb nog nooit een man of een vrouw van God ontmoet. Who at the end of their life said that they regret that they had given so much to Christ. Die aan het einde van hun leven zeiden dat ze er spijt van hadden dat ze alles aan Christus, zoveel aan Christus hadden gegeven. But I have met a multitude of men and women who on their deathbed said that they regretted that they had given so little. Maar ik heb ontzettend veel mensen ontmoet die aan het einde van hun leven, terwijl ze op hun sterfbed lagen, zeiden dat ze er spijt van hadden dat ze zo weinig aan Christus hadden gegeven. I admonish you to seek God. Ik vermaan je om God te zoeken. To get into his word and to get on your knees. En om je in zijn woord te verdiepen en om op je knieën te gaan. And to say, with the life I have left, I want to serve you. En om dan te zeggen, Heere, met de rest van mijn leven, wat er nog van over is, wil ik u dienen. Fill me with the Spirit. Vervul mij met uw geest. That I might have the strength. Dat ik de kracht zal hebben. Fill me with wisdom that I might know your will. En vervul mij met wijsheid opdat ik uw wil zal kennen. Extend the days of my life that I might live in greater service to you. En Heere, geef mij een lang leven opdat ik u veel zal kunnen dienen. If you are sitting here this afternoon and you are sad and broken because so much of your life has been wasted. Als je hier vanmiddag zit en je bent bedroefd en je bent gebroken omdat zoveel van je leven is verspild. Do not let the devil use that against you. Laat de duivel dat niet tegen je gebruiken. Rise up in the grace of God. Maar sta vanmiddag op door de genade van God. Believe your God in his forgiveness. En geloof in God en in zijn vergeving. What is past is past. Wat geweest is, is geweest.
Forget what lies behind you. Vergeet hetgeen achter je ligt. And look ahead. En kijk vooruit. To the high calling of God in Christ. Naar de hoge roeping die God voor jou heeft in Christus. Rise up. Sta op. And serve him. En dien hem. Let your end be greater than your beginning. En laat het einde van je leven groter zijn dan je begin. Let's pray. Laten we bidden. Father, I come before you in the name of Jesus Christ. And I ask, Father, that you would stir your people up by the power of the Holy Spirit, that you would do an enduring work in them. Lord, a work of creating joy, creating purpose. For the joy of our Lord is the strength, and the kindness of our God leads us to repentance. Oh, let your people remember every good and perfect gift that has come from you. Let them be motivated not by dread, not by guilt, but by your love toward them. Your inexhaustible, eternal love. Let them rise up without condemnation. Let them be filled with joy unspeakable. Let them be free in your unconditional love. And Lord, strengthen them that they might go out and be a witness. But a witness with joy, overflowing, abounding with love. Lord, that they be serious, but they also be winsome. That they weep, but they also be full of joy. That they might exhibit a life that makes others jealous, desiring to know their God. May someone look at them and know that their master must be kind. That they would inquire who he might be. Oh God, work in this nation. Renew. Revive. That your name might be great among the nations, and that the Lamb might receive the full reward of his suffering. In Jesus' name, amen. Maar we hebben vanmiddag een preek gehoord van Paul Washer. En hoe kunnen we dat nou heel concreet maken? Want we vinden dat best allemaal wel moeilijk. Maar ik denk dat het eenvoudig ligt in onze directe omgeving. Jacques heeft vanmiddag geopend met een gedeelte uit Handelingen 2. En wat zien we in Handelingen 2? Wat was nou tekenend voor de eerste christengemeente? Dat was dat zij deelden elkander het goed. Mededelen. Medelijden. De letterlijke betekenis. Wie van ons zou bereid zijn om wat de wereld een heilige koe noemt, om die zonder meer beschikbaar te stellen voor iemand die zegt, joh, ik heb je auto even nodig. Want in de reformatorische zinten zijn we natuurlijk op onze Golf GTI en alles wat daarbij hoort, kikken we natuurlijk wel op. Maar dat is gewoon praktisch. Zijn we bereid om alles wat God ons geeft werkelijk te delen? De tekst uit Malachi. Ik heb het pas aangehaald. Ik zou bijna vingers op willen steken, maar willen vragen. Welke gemeente in Nederland houdt er nu geen rommelmarkt? Wij offeren wat blinds, wat kreupels en het is niet kwaad in onze ogen. We geven God de oude rotzooi en daar zal hij best wel blij mee zijn. Dat baart me gewoon enorm zorgen. Gisteren is genoemd de tekst uit 2 Korinthe 9. Daar hij arm geworden is om ons rijk te maken. Als we iets verder lezen in vers 14. Daar staat opdat
uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen. En onze overvloed zij om hun gebrek te vervullen in deze tegenwoordige tijd. Opdat er gelijkheid worden. In het Koninkrijk van God is gelijkheid, mededeelzaamheid. Daarom is Jezus naar deze aarde gekomen om ons te geven wat hij had. En hij wil dat ons meedelen. Als we getuigende christelijke gemeente willen zijn, laten we dan daar beginnen. En dat kan heel eenvoudig. Heeft iemand een slaapplek nodig, zet je deur open. Heb je iemand een huis nodig? Heb je iemand een auto nodig? Geef je sleutels. Wees bereid om te delen. God vraagt niet meer van ons dat hij ons eerst gegeven heeft. Als we teruggaan naar de Exodus, het beeld wat genoemd is vanuit Egypte. Ik bedoel, God vroeg een tiende daarvan. Maar hij had ze eerst alles gegeven, want er staat dat hij de Egyptenaren beroofd had. Dus ze hadden van zichzelf niks en hij vroeg niet meer. En als dan de tempel gebouwd gaat worden, dan vraagt hij om een vrijwillig offer. Mozes ging geen rommelmarkt organiseren, want jongens, de tempel moet gebouwd worden. Hij vroeg om een vrijwillig offer en toen zei hij, mensen stop maar, want we hebben al te veel. Omdat het de liefde van hun hart had. Daaraan kunnen we heel eenvoudig weten of dat God ons lief is. Door te delen wat hij ons eerst gegeven heeft. Dat lag vanmiddag zo op mijn hart, ik wilde dat met jullie delen. We zullen de Heere danken. En een zegen vragen voor de maaltijd. Eeuwige God, als wij denken, Heere, aan wat u werkelijk voor ons gedaan hebt. Dat u zo arm geworden bent. En we hebben het gisteren gehoord, vandaag weer, dat alle zonden over u uitgestort zijn. Zoals die dam die brak. O God, wat is het dan een wonder dat wij daarna, als we dat door het geloof omhelst mogen hebben, wij in die hemelse heerlijkheid mogen delen. En dat daar gelijkheid zal zijn. En Heere, hoe kan het bestaan als we denken aan een gewoon gezin, dat de ene broeder zou baden in weelde en luxe en de andere zuster zou omkomen van de honger of van gebrek. Heere, bij u zal dat zo niet zijn. En als we werkelijk een verschil willen maken met deze wereld, wilt u ons dat dan leren. Want de wereld vecht voor zichzelf, die schraapt en haalt bij elkaar wat ze kunnen vinden. Heere, maar de christelijke gemeente zou een gemeente moeten zijn om die dingen met elkaar te delen vanuit de liefde van hun hart. Omdat ze weten, zoals Abraham dat zei, verwachtende een toekomende stad. Heere, geef ons die gestalte in ons hart en raak ons aan door uw heerlijke genade, opdat we dat leren. We bidden u om een zegen over de spijzen die van tevoren allemaal bereid zijn. Heere, wilt gij het zegenen. We willen u danken voor die overvloed die u ons geeft, iedere keer weer opnieuw, ook vandaag. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen.